De Helmondse autofabrikant Lightyear stopt met het produceren van de Lightyear Zero. En dat terwijl nog geen 2 maanden geleden de eerste zonneauto van de band afrolde. De productie van de Lightyear Zero bleek te duur te zijn. Er zit geen toekomst in Lightyear als zelfstandige fabrikant. Deze klap komen ze denk ik niet meer te boven. Het bedrijf dat de auto maakte is failliet. Autojournalist Bart Kuipers verwacht dat na het vallen van de dochteronderneming ook het hele bedrijf overgenomen gaat worden. Of dat de techniek van de zonneauto wordt doorverkocht. Zo is het DAF ook ooit vergaan. De technologie, het pinderepookje, wordt ook tot de dag van vandaag gebruikt. Maar DAF kennen we niet meer. De Lightyear Zero is een enorm project waarin 200 miljoen euro geïnvesteerd is. Jaren is eraan gewerkt. Het begon allemaal in 2013 met de Stella, gemaakt door een groep studenten van de TU Eindhoven. 3 jaar later richtten de studenten het bedrijf Lightyear op. Ze wilden de allereerste gezinsauto op zonne-energie maken die ook echt op de markt komt. En dan, na jaren knutselen, tekenen, sleutelen en rekenen, rolt in november de eerste Lightyear Zero van de band in Finland. Het heeft Tesla ook jaren en vele miljarden gekost voordat ze hun productie op orde hadden. Helmondse autofabrikant wil zich nu volledig gaan focussen op de Lightyear 2. Maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.